Lars, leuk dat je hier bent bij Salon Millésime Alsace. Ik heb een aantal vragen voor jou. Wat zijn volgens jou de drie belangrijkste kenmerken van Elzas wijnen? Ja, als ik aan Elzas denk eigenlijk, dan denk ik eigenlijk aan meer dan wijn. Ik vind het een ongelooflijk mooi gebied. Ik kwam er al heel jong, omdat mijn vader heel veel onderzoek deed in de Vogezen. Dus het is een gebied wat ik eigenlijk geografisch en topografisch heel goed ken. En de wijn heb ik natuurlijk later ontdekt. Dus ik denk vooral aan een enorme diversiteit in het landschap. Geologisch heel bijzonder, allerlei verschillende klimaten. En natuurlijk als je dan aan wijn denkt, dan denk ik vooral aan grote diversiteit aan druivenrassen die individueel worden gevinifieerd. Ik denk aan Riesling, ik denk aan terroir. En ik denk ook aan goed eten. Ja. Okay. Ja. En kun jij je nog herinneren wanneer jij voor het eerst een Elzas wijn proefde? Ja, dat moet ergens geweest zijn toen ik 14 of 15 of zo was. En inderdaad met mijn ouders ergens in de Vogezen zat. En ik kan me twee dingen herinneren. Ik denk de wijn die daar altijd op die kaasboerderij waar we dan logeerden werd geschonken was van de Kaaf de Turkheim. Herrenweek de Turkheim, meen ik me te herinneren. Dat is een grote lieu die. En het eerste goede wijndomein wat ik bezocht was domein Albert Boxler in Niedermorschweer. En dat was een toevalstreffer natuurlijk, dat het meteen een topdomein ook betrof. Maar daar ben ik nooit meer weggegaan. Dat vind ik nog steeds geweldige wijnen. Okay. En je bent op meerdere malen in de Elzas geweest. Kun je een aantal plekken noemen die jou het meest zijn bijgebleven? Zeker als het over wijngaarden gaat, Rangende Tan, absoluut. Gewoon een ongelooflijk bijzondere wijngaard, die ook zijn weerga eigenlijk in heel Europa denk ik niet kent. En wat dat betreft ook echt een plek is om uit te spelen voor de Elzassers. Als je daar een perceel hebt, dan heb je volgens mij, en je doet goed je best, dan heb je echt een unieke wijn. De laatste jaren ben ik ongelooflijk fan geworden van Rosacker. Dat vind ik ook een fantastische wijngaard. Ja, en verder, er zijn een heleboel mooie plekjes gewoon. Dus er zijn een heleboel kleine routes die je kunt rijden. En als je bij Egisheim bovenlangs, achterlangs gaat, langs de ruïnes. Maar van dat soort weggetjes, Bollenberg is mooi. Dus er zijn zoveel mooie plekjes in de Elzas. Het blijft ongelooflijk pittoresk. Ja. En als we het hebben over Riesling uit de Elzas, wat maakt Riesling uit de Elzas onderscheidend van andere Rieslings? Ik denk een aantal dingen. Als je gewoon naar de hoge kwaliteits Rieslings kijkt, dan het is een vrij warm gebied voor Riesling. En de goede producenten die geven dat ook wel toe. Maar die halen daar ook het beste uit. Riesling heeft best een grote spanwijdte. Riesling hoeft niet alleen maar in de koelte te staan. De wijnen uit Australië bewijzen ook wel dat Riesling gewoon best wel wat warmte en meer zon aan kan. Nou, dat is hier in de Elzas ook het geval. Ik vind het mooi als ze heel droog worden gemaakt. En dan een ontzettend sterke, toch terroir-expressie krijgen. Een sterk mineralige impressie krijgen. Over het algemeen denk ik dat de Rieslings van de wat zuurdere gesteenten, zoals graniet en zandsteen, net wat meer hebben dan de Rieslings van de meer kalkbodems, want daar wat vaker botrytis voorkomt. En dat vind ik eigenlijk een beetje jammer in de droge wijnen, dat het een beetje over de terroir heen ligt. En dan heb je dat soort speciale plekjes als Rangen, met dat iets gerookte. Uiteindelijk als je een algemeen beeld moet geven, dan is Riesling in de Elzas denk ik wat. Het zit iets hoger in de alcohol. Het heeft iets mildere zuren, maar het kan nog steeds zeer spannend zijn, omdat ze het ook droog kunnen maken. Het is vaak iets een beetje gerookt en er komt iets meer goede petrol in de jeugd al voor, omdat het gewoon een iets warmer en zonniger gebied is dan een heleboel gebieden in Duitsland bijvoorbeeld. Maar dat maakt niet uit. Als dat fijn verweven is, dan is het helemaal op zijn plek en dan geeft dat ook een bepaald karakter aan die wijnen. Dus ja, gewoon stevige, krachtige, zeer originele Rieslings. Ja. En welke Elzas wijn kunnen wij standaard bij jou thuis in het wijnrek vinden? Als ik eerlijk ben,
eigenlijk drie producenten. Als ik gewoon in het verleden kijk, dan gaat het om Albert Boxler, om Domaine Weinbach en Sint-Humbrecht. Dat zijn eigenlijk de drie die ik altijd het meest heb gevolgd, denk ik. Ja. En je hebt hier natuurlijk vandaag ook al het een en ander kunnen proeven. Welke Elzas wijn heeft hier vandaag jouw hart gestolen? Ik was erg onder de indruk van de serie van Maya Fournet. Een ongelooflijke serie, allemaal 2014. Alle vier de Grand Cru's, van Winnek Schlossberg tot Schlossberg tot... ik weet niet eens wat hij nog meer doet. Volgens mij ook Rosa Kerr en Kefferkopf. Een echt supergoede serie. Een bedrijf wat ik ook interessant vind om te volgen is Agape. Dat is wat minder bekend. Maken ook goede wijnen. En dan heb je zo'n jongen als Julien Schaal die een beetje ertussendoor ritselt, overal goede druiven koopt en ook hele goede dingen doet. Ook goed voor het image, denk ik, van de Elzas. Dus er gebeurt het een en ander gelukkig. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Oké. Goed zo.